Ja, vandaag heeft het kabinet nieuwe plannen gepresenteerd om de slachtoffer van de toeslagenaffaire te helpen. Wat is een eerste reactie van de VNG? Ja, wij zijn bezorgd over de timing met name van deze plannen. Je ziet dat de huidige hersteloperatie vastgelopen is. Wat ons betreft zouden we ons echt moeten richten om de huidige doelgroep, de huidige gedupeerden goed te ondersteunen. Daar zijn we ook dagelijks mee bezig vanuit de gemeente. En ook het kabinet UAT zou zich daarop moeten richten. Bovendien zijn de plannen die naar buiten zijn gebracht nog niet voorzien van een zogenaamde uitvoeringstoets. Dus we weten helemaal niet of dit in de praktijk echt gaat werken. En wij hadden graag gezien dat het kabinet zich nu eerst zou richten op het vlottrekken van de huidige hersteloperatie. En niet weer met nieuwe regelingen komen die de staande uitvoering alweer verder gaan belasten. En die ook voor gemeenten voor toch wel problemen gaan stellen. Ja, het vlottrekken van de huidige operatie, waarom helpen nieuwe regelingen daar niet bij? Nou, je ziet dat de belasting al heel groot is. Je ziet dat veel gedupeerden terecht enorm teleurgesteld zijn in het kabinet in hoe er tot nu toe gevaren is. Dus laten we nu echt goed herijken. Dat is ook met de Kamer afgesproken. Laten we leren van de fouten. Laten we de huidige operatie vlot trekken. En vanuit die ervaringen ook leren met het oog op nieuwe regelingen. En niet nu nieuwe regelingen al gaan presenteren terwijl we nog niet precies weten wat er mis is gelopen. Want dat zou echt schade brengen aan het vertrouwen dat zo ontzettend delicaat is. Ja, want dat herstel van vertrouwen is denk ik een van de speerpunten. Nou ja, wij zien dat wij vanuit de gemeente hebben wij ontzettend veel contact met gedupeerde ouders. En je ziet dat het vertrouwen langzaam terugkeert. We proberen echt op een hele menselijke, maatwerkgerichte, persoonlijke manier met die gedupeerden om te gaan. Maar op het moment dat er nu weer nieuwe regelingen komen die we niet kunnen waarmaken, die niet uitvoerbaar blijken of die weer langer duren of wat dan ook, ja, dan zal dat een enorme klap weer geven aan die gedupeerden. En dat moeten we echt voorkomen.